Ik sta hier in de sorteerkamer van de weggeefwinkel in Zeist. En we praten met een aantal mensen over de mogelijkheid dat de weggeefwinkel misschien wel weg moet binnen een paar jaar. En waar moet dat dan heen? En er wordt nog heel veel gewinkeld. We laten het belang van de weggeefwinkel zien en misschien wel iets over de toekomst. Jantje Paasman, een begrip in Zeist. Ik zeg maar de baas van de weggeefwinkel. Die moet misschien wel weg. Nou, het woord baas ben ik niet, want we werken hier alleen maar met vrijwilligers. En we doen het samen. Je kan misschien goede ideeën hebben, maar zonder vrijwilligers dan kom je nergens. Er stond inderdaad een stukje in een bepaalde krant een tijdje terug dat wij hier weg zouden moeten. Dat gaf de nodige onrust bij onze klanten. Alleen de kop van dat artikel dekte de lading niet echt. Want de weggeefwinkel is gewoon een begrip in Vollenhoven en eigenlijk in heel Zeist en ook daarbuiten. Als je hier nu rondkijkt op weggeefwinkel woensdag, we zitten op de laan van Vollenhoven 2191. En iedere woensdag is het weggeefwinkel woensdag. Nou, van links tot rechts, politieke partijen die zijn ervan overtuigd. En eigenlijk iedere Zeistenaar dat de weggeefwinkel in Zeist zijn plek verdiend heeft inmiddels. En wij komen ook zeker na de renovatie, waar Hans Goorhuis heel veel over kan vertellen. En waar wij ook overigens in de overleggen zitten, komen wij terug in Vollenhoven of op een plekje daar buiten. Maar de weggeefwinkel gaat absoluut niet weg. U bent hoofd van de babykamer van de weggeefwinkel. Is dit nieuw? Dit is niet nieuw. Dat is al jaren. Ik ben hier ongeveer 2 jaar. En ik maak het zo netjes mogelijk. Is het pas gerenoveerd dan? Nee, niet gerenoveerd. Ik ben hier 2 jaar en toen heb ik alles opnieuw gesorteerd. Alles is op maat. Alles is aanwezig. En alles is er voor de eerste 3 maanden. Hebben we tassen voor een baby van een meisje of een jongen. En er zit alles in wat ze de eerste 3 maanden nodig hebben. Dus van alles wat u hier ziet, elke maat zitten 6 in. 6 truitjes, allemaal op maat. De flesjes, voeding. Wat u allemaal hier ziet, dat is voorradig. Luiers, pakjes en dergelijke. Zelfs jodium en thermometers zijn er. Dus. Maar hier mag men dus niet vrij winkelen. Hier wordt het dus eerst opgegeven. Nou, ze moeten dus de mensen die hier komen, die moeten van de verloskundige of huisarts een bewijs hebben dat ze het echt nodig hebben. En dan mogen ze het gratis uitzoeken of meenemen. Ze mogen niet alles pakken hier. Ik zorg ervoor dat ze het allemaal krijgen. Sharif, you're coming from Afghanistan. You have a license to stay in the Netherlands. What's the reason that you here are in this baby room? For the baby room, we are having a baby and I will be receiving the clothes, the uniforms, the shoes and all the items that is necessary for the first, for the baby who is coming new. I will receive the item for them because it's free here and this is a place where the people who are having no home, who are having no clothing, who are having no shoes, they are receiving the shoes, the everything from here for free. And when is the baby coming? She's coming on June and we are getting preparation for her. We staan hier bij de weggeefwinkel. Die moet misschien wel weg voor huizenbouw. Ja, en of het specifiek voor huizenbouw is, het idee is om hier op deze plek een nieuw wijkpaleis te maken. Dat is voor ons de werktitel. Zeg maar een plek waar allerlei maatschappelijke functies bij elkaar komen. En daar zal inderdaad de weggeefwinkel voor dit pand voor moeten wijken. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat de weggeefwinkel weg moet. En volgens mij heeft de wethouder dat vorige week ook nog heel nadrukkelijk hier aangegeven. De weggeefwinkel moet een plek houden. Het is heeft een maatschappelijke functie en taak, hè, los van de weggeefwinkel zelf. Maar is het ook een plek waar heel veel mensen bij elkaar komen. Vrijwilligers, mensen komen hier ook voor contact en voor een bak koffie en om even bij te praten. Dus het idee is om de weggeefwinkel weer terug te laten komen. We zijn duidelijk bezig om te kijken van waar dat dan kan. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Ja. Waar? Want die moet wel weer in Vollenhoven terechtkomen. Nou, dat is het uitgangspunt. Of dat gaat lukken, dat zullen we zien. Maar het uitgangspunt, en daar praten we ook met elkaar over, is om het een plek terug te laten krijgen in Vollenhoven. En dat zal, of dat dan hier is of op een andere plek, dat is nog niet duidelijk. Maar in ieder geval, de weggeefwinkel moet een plek houden. We zijn bij de Way of Fame
in Zeist. Het lijkt wel Hollywood. Maar dat is het niet. Hier is de Way of Fame voor de vrijwilligers die jaarlijks in Zeist worden gekozen. En dit jaar ging de prijs naar Mariska Verbeek van de weggeefwinkel waar zij hoofd kleding is. De tegel ligt er prachtig bij. Ik heb toch wel een gevoel van trots. En gewoon voor de waardering. De waardering die door Jantje, toen ik voorgedragen werd, wat Jantje zei. Jantje Paasman. Jantje Paasman, ja natuurlijk, we hebben maar één Jantje. Maar ja, ik was gewoon echt ontzettend trots. En ik had ook echt nooit verwacht dat ik zou winnen. Dus ik ging naar die avond gewoon, dacht gewoon gezellig feestje, een ander wint. Dus ik schrok een beetje toen ik won. Maar ja, dit vind ik spannender. Omdat je ja, dan toch gewonnen hebt. En ja, ik vind het echt een eer. En jij bent hoofd van de kledingwinkel, van ja. De weggeefwinkel. Ja. En dat blijf je nou gewoon doen? Ja, dat blijf ik gewoon doen. Ja, tuurlijk. Ik blijf het klerenwijf. Ondanks dat je hier nou een tegel van fame hebt. Tuurlijk, hè? Tuurlijk. Maar ik blijf het klerenwijf. Maar ik realiseer me wel dat dit één keer in je leven is. Dus ik geniet er met volle teugen van. Meneer Nico Berns, u bent van een... Waar bent u van? Ik ben van de Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn, SOZW. En wij subsidiëren vrijwilligersprojecten in Zeist. En samen met de vertellingen Puls Stichting en Meander Omnium, de vrijwilligerscentrale, organiseren wij de vrijwilligersprijs. En we sponsoren als twee fondsen sponsoren wij ook het gebeuren. En dat, die vrijwilligersprijs wordt elk jaar uitgekeerd? Ja. Die wordt elk jaar georganiseerd, dus we staan alweer in de startblokken eigenlijk voor de prijs van 2024. Dus in mei komt daar al de eerste publiciteit over dat personen en organisaties zich kunnen aanmelden. Dus we zijn alweer opnieuw met de organisatie bezig. En in december eindigt dat dan weer met de uitreiking. Zou het een idee zijn, want dit is de zoveelste tegel die uitgereikt wordt, of die neergelegd wordt, geplaveid wordt. Ja. Maar die eerste tegels, die worden al een beetje viezig. Oh, ja. Moeten die niet opgeknapt worden? Oh, dat zou kunnen. Iemand vragen die er een mooi kleurtje aan kan geven. Ja, die zijn natuurlijk al, zie de zesde tegel, al 6 jaar oud. Ja, misschien een kleine refit. Ja, want het is wel een mooi laantje zo, met die tegels. Het gaat dan ook niet eens wat Mariska ook terecht zegt, niet per se om de persoon, maar het gaat natuurlijk om de vrijwilligers. Het symboliseert eigenlijk de erkenning en de waardering voor de vrijwilligers. Dat is natuurlijk het mooie ervan. En daarom is het ook wel een mooi straatje zo.